Ik ga gewoonlijk voor een klantje, met een vleeskroket. Is het waar dat je in een pizza ooit een kindje hebt gered? Stofles dat erop maar in een potteke apart. Die scheiding was dat voor de operatie aan uw hart. Met die ajantjes, wat een curry was speciaal toch wat gezond? En na die uitspraak is die zaak dan netjes afgerond? Mag er zout op vragen, altijd. Ik ben dan wat verbaasd. Ja, want als ze het er niet op doen... Dan ligt het zout ernaast. Frietkast. Hey, wauw, met Peter de Pauw. Ja, en fijn dat de friethonger er nog is en dat je binnenstapt bij Frietkast. Vandaag een gast in de aanbieding waar je de laatste tijd niet naast kan kijken. Hij blonk in De Slimste Mens en iedereen beroemd en schitterde als Pascal in Nonkels. Tijdens het weekend hoor je hem bij M&M en is hij net stem van Clara en Canvas. Overal aanwezig, maar nog nooit in de Frietkast. En daar gaan we nu werk van maken. Welkom in het paradijs, Manu van Akker. Oh, dankjewel, Petra. Merci. Het is eigenlijk een plek dat je eigenlijk nog niet geweest bent. Nee, ik ben er nog niet geweest. Veel gehoord, al veel gezien. En ik denk dat het leven nu compleet is. Ja, voor mij kan het nu eigenlijk... We kunnen afronden. We kunnen dat naar de hemel. Ja, de frituur is ook toch... Allee, voor mij al sinds, Manu, de hemel. Ja. Oh, terecht, hè. Is dat voor u? Ja, dus de vraag die hier altijd gesteld wordt, maar ja, je weet als Frietkast-luisteraar, is van als je naar de frituur gaat, wat bestel jij dan? Ja, ik ben niet de basic besteller van een burger. Ik neem altijd dus gewoon frieten, tomatenketchup, kippenbouten en kippenvingers. Ah ja. Ja, dat is mijn bestelling. Kippenvingers, dat is eigenlijk ook wel echt een hele rare naam, want ja, kippen hebben eigenlijk geen vingers. Kippenvingers! Ja, dat is echt waar. Nu dat je dat zo zegt. Dat is, ja, nu heb ik daar nog nooit over nagedacht. Dat is echt waar. Ja. En wat heb je met kip? Ik weet het niet. Ik vind dat eigenlijk gewoon heel lekker. Maar nu moet ik toch zeggen dat ik de laatste tijd het ook wel heb voor een sito-stick. Dat is toch zo kalkoen met zo'n korstje rond, hè? Ja, zit dat niet zo op een stokje? Op een stok, ja. Is dat niet ambetant, dat stokje? Ik haal het er gewoon af. Zo met de vork van boven en zo taak naar beneden. Dat gaat. Ja, ja, ja. Zoals dat je zo'n brochet naar beneden roefelt. Voilà. Ah, ja, okay. Zo doe ik dat. En doe je dat vaak? Heel weinig eigenlijk. Ik ga niet zo vaak naar de frituur. Ik heb onlangs nog de aflevering met Ellen Kallebout geluisterd. En zij zei, ik ga 4 keer per jaar naar de frituur. En ik denk dat dat voor mij misschien maximum het dubbelen is of zo. Ik denk 8 keer is zo'n specifiek getal. Maar heel vaak niet. Ik moet wel zeggen, ik heb een frituur niet zo ver van bij mij thuis. Dus dat is een ranzig gevaarlijk ding. Maar ik ga daar soms gewoon frieten halen. Als ik dan verse biefstuk maak, bijvoorbeeld. Ah, ja. Want die ligt naast de slager. Dan ga ik mijn frieten gaan bestellen. Dan zeg ik, kom ze bij terug. Ga ik naar de slager, biefstukken halen, die frieten zijn klaar. En naar huis. Maar hoe doe je dat dan? Want die biefstuk moet je dan toch nog bakken? Dan zijn bleu, hè. Ah. Is dat waar? Zo even een keer rap op de pan. Erin, eruit. Is dat waar, ja? Nee, is dat wel. Ja, maar dan stik ik die frieten zo even in de oven gewoon. Ah, ja, ja. Dan dat gaat. In een schaaltje even de oven in, dat ze wat warm blijven dan. Ah, ja. Ja, ja, ja. Tegenwoordig, Manu, zijn wij thuis ook fan geworden van een airfryer. Ja, heb ik. Heb je dat? Ja. Ah, wel. En je kunt daar eigenlijk ook op een redelijk deftige manier frieten in bakken. Ja, dat vind ik ook. Ik woon samen met 2 huisgenoten nog, Laurien en Pieter-Jan. Pieter-Jan is niet overtuigd. Ah, ja. Van een airfryer. Die moet nog altijd frieten in hun vet hebben, maar we hebben dat ook niet in een friteus. Maar ik doe heel veel in een airfryer en het is ook een lange zoektocht geweest naar wat zijn nu goede frieten voor in een airfryer. Maar ik heb ze gevonden. En welke? Ik ben toch niet gesponsord, dus dat maakt echt niet uit. Nee, ik ben niet gesponsord en ik ook niet, maar het zijn gewoon airfryer frieten. Het staat erop. Maar van Boni, van de koolruit. Ah, ja, zijn echt heel goed. Als ook de kroketten. Ah, oké. Okay. Goeie tip. Echt lekker. Ja, want ik denk dat wij meestal zo McCain of zo hebben. Ja. Die hebben dat ook. Dat wij dat al gedaan hebben. Maar dan Boni, oké. Okay. Goeie tip. Echt in orde. Ja, ik voel me zo'n beetje de tante Kaat aan het worden nu van de frietkast. Als je dan je airfryer moet uitkuisen. Dat is wel ambetant, hè. Dat is fris. Ik doe dat niet. Ja. Altijd een nieuw bakpapiertje erin. Ah ja, goede oplossing. Ja, maar je moet dus echt opletten. Als je je airfryer aansteekt en dat bakpapiertje van de vorige keer zit er nog in, dan begint dat te fikken. Omdat dat dus hete lucht is en dat gaat naar boven. Dat bakpapiertje. Ja, het zijn al toestanden geweest, hoor. Ja, want eigenlijk vergeten dat uit te kuisen, hè? Ja. Allee, dat is dan gedaan. Je stopt dat ding zo daar terug in, dat frietje of zo, hoe heet en, dat? Ja, en je leven gaat gewoon en, door. Voilà. En je hebt lekker eten, dus ja, maak het uit.
Ja, oké. Okay, ja, ik ben blij dat ik niet alleen ben. Echt niet. Er zijn sowieso luisteraars die dat nog hebben. Ja. Dat is sowieso een beetje het ding, het taboe waarschijnlijk. Zo van hoeveel keer per week vervangt je een BH? Of zo, hoeveel keer per week vervangt je dekbed? Dat is een beetje dat. Daar wordt nooit over gepraat. Nee, nooit. En wij doorbreken het met een airfryer. Het zal wel zijn. Dat is ons dekbed. Zeg, want jij woont eigenlijk... Jij bent afkomstig van Oostende. Ja. Jij woont in Brussel. Ja. Heb je al eens een vergelijkende studie gedaan tussen Oostende en Brussel qua frieten? Dat is een goede vraag. Daar zijn we weer voor gekend, ja. Dat heb ik nog niet. Ik heb nog geen vergelijkende studie gedaan. Ik moet zeggen, bij ons thuis, dus waar ik opgegroeid ben in Oostende en tot 2 jaar geleden nog woonde, we gingen niet zo vaak naar de frituur. Dat was niet echt een ding. Bij heel veel gezinnen is dat elke vrijdag. Of als je thuis komt van vakantie bijvoorbeeld. Dat was bij ons niet. Bij ons was dat echt... Als men... Dat is wel een goed verhaal. Een goed verhaal. Als wij jarig waren, dan mochten we uit eten gaan. En dan mochten we kiezen. En ik vond dat dan leuk om eens in een brasserieke te gaan eten. Zo, hè, met ons mama en mijn verjaardag. Mijn broer, die wilde nog de frituur. Ah, ja. Dat was zo zijn. Dus je mocht dan kiezen om op restaurant te gaan. En hij zei, nee. Emiel zegt, ik ga naar de frituur. Dus ja, naar de frituur. We hadden op een bepaald moment een huis waar wij woonden ook in en naast onze deur. Echt naast. Dat is... Echt als buren. En dan zou je denken, dat is gevaarlijk. Maar eigenlijk zijn we daar vrij verstandig mee omgesprongen. Heel rationeel. Ja, dank u. Allee, maar ik zou wel... Ja, als dat een geur is die echt... Want dat ruikt het toch? Als, ruikt, als je op je terras of in je tuin zit, ik weet niet of je een tuin had. Ja, dat ruikt je wel, hè? Ja, absoluut. Zeker. En dat doet goesting krijgen ook. Allee, voor niet mij normaal. Toch? Ja. Bij u ook, of niet? Ja, bij mij ook. Tuurlijk. Ah, ja. Ja, geuren stimuleren mij meteen. Het is echt waar. Ja, maar ja, dat is toch wel belangrijk. Wat ik in Oostende een heel leuke plek vond, maar ze is weg, is het kombuis. Kombuis, ja. Top, ja, hè? Ja. Heel, heel goed. Een collega, alleen een gemeenschappelijke collega van ons, Philippe Ledijnen, ja, Radio 2, ja. Ik weet niet of je die kent, die werkte daar soms. Ah. Ja, en die is een vriend ook, die werkte daar, denk ik, elk weekend. Ja, we gingen daar af en toe eens gaan eten. Ja. Dat, is zo, dat was zo'n typisch soort restaurant waar dat je niet ging voor de haute cuisine, zeg maar. En ook niet voor de ruimte, want je zit daar echt op één en pakt op elkaar. Maar dat was gewoon... Gewoon frieten en mosselen. Ja. Echt dat. En het beste van het beste. Ik had daar altijd een stick. Omdat ik geen mosselen lust. Oh, ja, dan voel ik me lesbisch als ik dat eet. Nee. Ja. Met oesters heb ik dat ook. Allee. Ja, dat is... En met scharen? Dat is de eerste keer dat ik dat hardop zeg. Maar met scharen? Met scharen, van die scharen uit de zee. Dingetjes, scheermesjes. Ja. Nee, dat heb ik nog niet aan gedacht. Nee. Dat heb ik wel eens ooit gegeten, maar dat was in de Jane. Ja, dan weigert je dat niet. Ja, dat zit zo in het systeem van je menu. Hè. Dan weet je van, dat kost €50 voor zo één ding. Ik kan echt niet zeggen tegen Nick Bril, sorry, maar... Dat was een voordeel. Ik voel mij lesbisch. Ah, oké. Het is al lang geleden, denk ik, dat ondertussen die prijzen ook al verdubbeld zijn. Wel. Nee. Ja, dus ja, ik eet daar altijd een steak. Ja. Oh, spijtig. Maar ik denk dat mijn kinderen daar voor de eerste keer mossel hebben gegeten in het kombuis. Ja. En dat die dat wel lekker vonden. Legendarisch. Echt nog altijd legendarisch. Ja. Ja, ik vind dat ook. Wat was Oostende? Wat was eigenlijk Oostende voor u? Betekent dat veel voor u? Dat betekent heel veel. En ik heb de laatste 2 jaar, sinds ik in Brussel woon, alleen maar meer beseft wat dat voor mij betekende. De zee, dat is echt mijn rust. Als ik naar Oostende ga, en al is dat maar voor een paar uur, hè. Omdat er mijn zus bijvoorbeeld jarig is, of mijn broer jarig is, of we gaan uit eten of zo met de familie, dan kijk ik toch terug naar Brussel. Ik moet de zee gezien hebben. Ik kan niet terug uit Oostende gaan als ik de zee niet gezien heb. En terwijl ik daar vroeger, als ik daar woonde, was dat zo... Ja, de zee. Ja, ik had dan vrienden die... Wij noemen dat dan binnenland. Die uit binnenland kwamen en die moesten altijd naar de zee. Dan dacht ik altijd, maar zeg... Waarom? Kom aan, schoon mij dan af. En nu, ik weet niet, ik vind dat zoiets mooi. Ik kan me goed herinneren, toen dat de eerste lockdown was, mocht je binnen uw land, zeg maar, ook niet reizen. Mm-hmm. Dus je kon niet naar de zee komen. Excuseer. Je wordt er emotioneel van. Ja. Nee. En tweede verblijvers ook niet. Ja, dus dat is waar. Ja. Dat was echt... Dat was van ons. Terug zo, die stad, snapte. En ik ging dan zo bij zonsondergang gaan fietsen op de zeedijk. En dan besefte echt
wat een prachtige stad dat is. En hoe dat mij dat echt kan raken. Zo die oneindigheid van de zee, dat is er altijd. Mm. Dat is rustig, of dat is woelig, of dat is altijd mooi. Ja, dat is top. Waar. Ja. Want dat is wel Oostende... vind ik misschien de grootste uitzondering daar. Dat doet mij een beetje denken aan Antwerpen, maar je hebt daar een zee en een strand. Ja. En dan ook nog eens een Thermae Palace. Ja. En zo, ik vind dat zo een zotte plek waar dat alles zo precies bij elkaar komt. Of ja, zo. Echt waar. Die andere badsteden hebben dat eigenlijk niet. Nee, Oostende is zo de enige, maar nu ga ik alle mensen van andere badsteden tegen mij krijgen. Maar puur theoretisch gezien, dan dat chauvinist in mij komt naar boven, is Oostende de enige stad... Mm-hmm. Aan de zee. Mm-hmm. Ja. Dat is wel zo, hè? Maar dat is echt zo. Ja, dat is... En heb jij daar altijd gewoond? Ja. Ah ja, en uw ouders zijn ook oorspronkelijk vandaar? Ja, mijn ouders zijn alle twee vandaar. En ze zijn gescheiden als ik 3 jaar was en mijn broer 1 jaar. En altijd in Oostende blijven wonen. En ook niet zo heel erg ver van elkaar. Ah ja. Dus dat zorgde er wel voor dat wij altijd in Oostende waren. Dus uw ouders die bleven goed overeenkomen met elkaar? Ja. Ah, ja. Ja, daar mag ik mijn beide pollen voor kussen, om het zo te zeggen. Want zij hebben altijd alles gedaan in functie van mijn broer en ik. Mm-hmm. Dus in functie van de kinderen. Die zijn niet tegen elkaar beginnen opzetten, niet beginnen slecht spreken daarover. Elkaar een kloot aftrekken hebben die nooit gedaan. Mm-hmm. Die hebben echt in functie van de kinderen gehandeld. Altijd. En dat is superbelangrijk. Dat is eigenlijk zot. Maar nu, als je daaraan denkt, dat je zegt, ja, ik was 3 jaar, ja. Dat je ouders nooit samen hebt gezien. Nooit. Heb je daar herinneringen van? Nee. Ik heb wel een herinnering, en dat is een vakantie die wij deden naar Spanje, naar Almeria. Dat is het enige. Maar dan ook niet veel. Maar ook niet veel. Ik kan mijn ouders... En ik vind mijn ouders ook geen goede match. Soms denk ik, maar waarom zeg je... Dat is kei raar. Met momenten snap ik het wel, want het zijn alle twee wel grappige mensen en het zijn mooie mensen ook. Dus het is echt wel... ergens wel, maar soms denk ik van, raar jullie... Maar ja, als mens natuurlijk, en ook dat is nu ondertussen meer dan 20 jaar geleden al, is geëvolueerd natuurlijk ook als mens. Dus nu zijn die ook niet meer dezelfde personen als dat ze toen waren. Mijn mama was 24 als ze mij kreeg. Dus dat is vroeg, hè? Dat is vroeg, dat is mijn leeftijd nu. Dus ik zou nu vader zijn. Mag je niet aan denken. En heeft dat voor u, ja, als je ouders uit elkaar gaan op een leeftijd dat je het niet beseft, heeft dat ook je beeld voor relaties ook veranderd? Of beïnvloed? Ja, dat is... ik heb daar wel over nagedacht. Hoe moet ik het zeggen? Het feit dat je er al hebt over nagedacht? Ja, ik heb zo de dingen om zo, van als ik een relatie aanga of zou aangaan, dan moet ik weten dat dat iets goed is. En ik moet daar 100% van overtuigd zijn. En mijn mama heeft me altijd gezegd, denk goed na met wie dat je kinderen maakt. En dat is niet omdat ze spijt heeft van kinderen te maken met mijn vader, omdat dan al bij al goed uitgedraaid is. Maar ja, je hoort dat soms vanuit andere gezinnen als ouders scheiden en dat echt niet goed gaat. Dan weet je echt van, oh shit, denk goed na of dat je kinderen... En ik ben natuurlijk nog niet op de leeftijd dat ik aan kinderen denk. Maar dat is wel iets dat in mijn hoofd spookt. Van, het moet wel een goede relatie zijn. Mm-hmm. Niet gewoon zoiets hebben van, maar gewoon een keer proberen. Ik ga wel zien. Ja. Zo. Maar ik denk ook dat afhangt van, stel dat je dan een relatie hebt, je hebt kinderen en je gaat dat elkaar... De manier waarop dat je uit elkaar bent gegaan. Stel nu dat een van de twee de andere heeft bedrogen of zo, kan dat wel misschien een soort van woede opwekken. Ja. Voor een levenslange woede of iets anders, ik weet niet. Hè. Maar dat is... Dus eigenlijk denk ik dat je ook niet echt goed weet op voorhand van wat die evolutie gaat zijn. Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Nee, en ik denk dat dat goed is als we dat niet zouden weten. Stel je voor... Ja, dan begin er niet aan. Stel je voor dat je weet hoe dat... Of dat je... Ja, voilà, dan begin er. Want ook, los, dat heeft niet enkel een relatie, maar het ook de factor werk, leven. Echt, hè? En dat kan een mens helemaal veranderen. Hè? Tuurlijk, voor hetzelfde geld krijg je een aanbieding van het buitenland dat je echt niet kunt weigeren, maar je staat daar met je gezin. Pak ze maar eens allemaal mee. Hè. Ik moet wel zeggen dat ik, toen ik Herman voor de eerste keer ontmoette, dat ik dacht, ah wel... Met die mensen ook nog kinderen willen, zo. Als ik nu bewust ongehuwde moeder ben, dan ga ik met mijn potteken langs. Dat dacht ik echt. Ja, dus dan weet al misschien zo van... Ah, het is misschien toch wel de
goede persoon of zo. Dat is ook wel zo. Hè? Ja, we zijn al lang samen. Hè? Ah ja, het is zo lang, zo oud als jij bent bijna. Amai. 23 jaar. Wauw. En jij bent 24, hè? Ik ben 24, ja. Hey, hoe raar is dat? Zotjes. Van 98. Nee, van 2000. Ja, van 2000, ja. Ja, ja, we dachten, we pakken een rond getal. Zo. Dat onthoudt gemakkelijker. Ja, ik zag ook van, ja, dat jij 24 was. Echt, allee. Ja. Maar ik voel mij zo oud niet. En ook niet zo dat wij zo lang samen zijn of zo. Ja, ik denk dat je leven soms gewoon voorbij vliegt. Ja, dat is echt. En geloofde jij zo in eeuwige liefde? In eeuwige liefde niet, maar ik geloof wel in de ware. Mm-hmm. Dat is iets dat ik ooit heb gehoord of gelezen. Ik ben grote fan van Dirk de Wachter. Hè. Ik ook. En dat was ooit een interview met hem, of hij was iemand aan het interviewen, of ik weet niet meer, of ik heb het ergens gelezen, die zo hard af heeft gezien van liefdesverdriet, maar zo hard. En het antwoord van Dirk de Wachter was, dat is omdat jij gelooft in ware liefde. En ik heb dat ook al eens gehad. Ik heb ook al eens enorm hard afgezien, en lange tijd. En dan denk ik van, ah ja, ik geloof misschien gewoon in ware liefde. Ik geloof misschien gewoon dat dat de persoon was waar dat ik alles voor zou doen. Mm-hmm. Waar je je hart voor open legt. En dus eeuwige liefde niet, ware liefde wel. Ja. En durf je dan, als je zegt van dat je er zo lang van hebt afgezien, ja, durf je dan je hart nog openstellen? Wel, dat is dus moeilijk. Want dan denk je van, ah oh nee, ik wil hier niet gekwetst worden. Je gaat automatisch in een soort, ja, het is een heel groot woord, maar survival modus of zo. Mm-hmm. Zo van, ja, maar wat als dat toch niet afloopt zoals ik het zou willen? En dat fout gaat, of je wilt wat dat je meegemaakt hebt of wat dat je gevoeld hebt, wilde niet nog eens meemaken. Mm-hmm. Dat wilde echt niet nog een keer door. Dus dat is zo, ja. Ja. Want jij lijkt me wel iemand dat je alleen rap van straat is. Oh, nu. Weet je waarom? Omdat je bent grappig. Ah, ja. Ja, want dat is ook zo. Ja, ik weet niet, we kennen elkaar zo'n beetje. En ik heb direct dat ik zoiets van, oh, leuke mens. Dat ja, is voordat je bekend was, ja, hè? Want je was toen nog niet bekend. Nee, dat is waar, dat is waar. Dat is echt. Het ding is, of dat ik een relatie heb, ja of nee, dat hou ik echt voor mezelf. Ah, ja. Dus dat zeg ik nooit in media interviews. Of in interviews. Bewust, omdat ik... ik kies voor schijnwerpers, zeg maar. Mm-hmm. Om het zo te zeggen. Ik kies ervoor om ja, gezien te zijn. Ik kom op televisie, ik kom op de radio. Daar kies ik voor. En dan weten dat... Ja, you're out in the open. Hè. Ik bedoel, mensen kennen... Mm-hmm. Ik was daar hier aan het wandelen. Er was een madame die zei... Maar ah, ken ik van de tv's. Hè? Goh, doet de mensen dan nog eens lachen. Hè? Dat heb ik geen. Hey, goed. Maar ah, je hebt geen. Ik dacht, ah, dank u, madame. Goed accent ook. Dank u. En ik heb zoiets... Stel dat ik iemand zou hebben, al dan niet... Die persoon die kiest daar niet voor. Mm-hmm. Die vindt dat misschien niet leuk. Of die heeft dat niet nodig. Of stel dat dan gedaan is. Ja, dat allemaal staat op nummer 1 om mee te bellen. Hè, dan. Mm-hmm, ja. Dus ik hou dat maar stel nu dat iemand is, ik fantaseer, die bekend is. Ja. Ja, dan kun je dat... Dan ja, is dat moeilijk, hè? Dat is moeilijk, hè? Maar pas op. Ik weet van mensen. En dat lukt om dat niet openbaar te maken. Ja. Ik denk dat je dat eigenlijk ook wel in de hand kunt hebben. Ik denk dat ook. Dat is echt niet zo moeilijk. Maar dat is kwestie van... Dat is hoe dat je vind ik, hoe dat jij tegenover die persoon staat. Mm-hmm. Je kent iemand die bekend is. Je weet dat hij je lief heeft. Die ook bekend is. En je weet dat hij dat bewust uit de media willen houden. Dan vind ik dat als collega of als vriend je plicht is om dat ook gewoon te doen. Als ze dat niet willen, dan is daar een reden voor. Mm-hmm. Dus ik ga nooit mijn mond voorbij praten. Nee, ik ook niet. Nooit. Maar zo bijvoorbeeld Luc Appermond en Bart Kael, die mensen zijn al een leven lang bijna samen. En dat is niemand schreef daarover. Hè? Ah, ja. Dat werd niet gedaan. Hè? Nee? Nee. Ik denk dat die uiteindelijk zelf daarmee naar buiten gekomen zijn. Maar? Ja, dat werd niet gedaan. In België vind ik wel dat journalisten nog wel braaf zijn. Ah. Ja? Wist je dat niet? Nee, ik dacht dat... Maar ja, ik heb dat altijd geweten. Ah ja, Bart Kael en Luc Appermond. Hij is van 99. Ja, van 99. Dus ik heb altijd Bart Kael en Luc Appermond geweten. Ik had vriendinnen die fan waren van Bart Kael, dus ik kom uit die periode, zo de jaren 90. Wauw, maar ik ben ook fan van Bart Kael, hè? Nee, maar fan van... Maar ik vind een schone jongen. Zo ah, dat, zo, ah ja, op die manier. Ah ja, zo dat de mensen verliefd waren op Get Ready. Ja. Maar ik heb ook geen gaydar of zo. Ik merk dat ook niet, dat mensen gay of zo... Allee. Oh nee, ja, ik ook ja, niet. Dus, ja. Nee, maar dat is wel... Allee, ik ken nog zo wel mensen dat ik denk van, ja, dat wordt gewoon niet gezegd. En dat is gewoon een eigen keuze. Ja. En je weet ook dat dat van mensen wel echt hun wens is ook. Vaak, ja, voilà. Vaak weten van mensen van, ik wil dat
echt niet. Ook al is die partner bijvoorbeeld niet bekend, mm-hmm. toch willen die dat gewoon niet. En ik snap dat. Maar zit jij een goede... Gaat jij zo makkelijk op een meisje afstappen? Oh nee. Oh nee. Ook nee. niet? Maar stuurde jij andere mensen voor? Nee, want ik ben echt een pussy op dat vlak. Ik kan niet flirten. Gaat niet, hè. Mm-hmm. Kan ik echt niet. Als er iemand voor mij zit die dat ik een knap persoon vind, dan blokkeer ik. Word ik heel awkward. Echt? Ja, echt waar. Vraag mij om een uur te lullen over die witte tafel. Ik kan een uur vertellen, hè. Echt? En ik sla van alles uit. Ik zeg van alles uit mijn duim, dat gaat. Maar zo een simpel gesprek voeren met iemand... Dat ze diep in je ogen kijkt. Ja, oh, dat gaat. Stop in mijn ogen te kijken. Dat gaat zo. Ja, dat is zo... Ja, ik weet niet. Ja, soms ben ik echt een pussy. Eén keer weet ik nog dat ik al even geleden al mijn vrienden op een terras had. En ik zei van, amai, dat is een heel knappe die hier aan het omdienen is. En mijn vrienden hebben toen mijn telefoonnummer achtergelaten. Nu, nooit iets van gehoord. Maar ik was zo... Ik ben lang niet meer voorbij dat terras durven gaan. Ik heb echt vaak een ommetour gemaakt. Of echt zo dat echt? Ik dacht van, oh nee, zo gênant. Allee, jong. Ja, ik heb niks van gekomen. Ik ben van de periode van voor de... apps, de dating-apps en zo. Ah ja. Is dat ook iets wat dat bij u... Ik heb dat gedaan. Echt? Even geleden, ja. En? Ja. Was tof? Nee. Oh, nee. Zo'n vleeskeuring. Is dat echt oppervlakkig? Ja, omdat dat... Ik ben bij mezelf zeer bewust dat ik niet de hotboy ben of zo. Of dat toch qua uiterlijk mensen misschien niet meteen op mij gaan vallen. Dus als dat eerst enige is wat je te zien krijgt naast heel veel andere mensen, want dat is tijdverdrijf, gewoon tak, 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 ja, nee, ja, 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 nee, ja, nee, 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 ja, ja, nee, ja, nee, ja, nee. Ja, dan weet ik ook wel dat ik daar misschien niet uit de bus ga komen of zo. Maar nee, ik vond dat ook... Oh, mensen wilden dan beginnen afspreken en dan ik blokkeren. Dat was echt zo van... Ik zat toen op kot in Brussel en ik denk dat ik in mijn tweede of in mijn tweede jaar zat. En dat was zo... Ja, en we kunnen dan eens afspreken. En ik zo... Man, nee. Nee, man, oh, nee, nee, nee. Nee, blijf maar virtueel. Ja, ik vond dat heel raar. Blijf maar bij een fantasie. Ja, en wat ja. voor foto's zag je dan? Want ik vind altijd, ik heb dat ooit eens in de mes van de VRT bij een vriendin van mij daar gedaan. Ja. En dan zie je zo van die mannen die zo op een auto liggen. Of zo met een vis, een grote vis. Dat was er ook bij. Je ziet duidelijk het verschil zo... Ik ben ook wel, en dat weet ik ook van, ik ben niet de average man of zo. Dus wat was uw foto? Maar waren gewoon foto's waarvan ik dacht, dat zag ik eigenlijk wel goed op. Of zo, of een keer een foto met mijn vriend of mijn vriendin erbij of zo. Maar niet zo speciaal geposeerd voor haar. Nee, dat kan nog geen tijd in. Nee. Je pasfoto was ook wel leuk. Oh. Een paar weken geleden op je Instagram. Oh, het was echt de situatie en alles. Ik moet een reispas hebben. Dus ik moest uit het stadhuis naar Oostende. Het was aan het regenen. Ik was al te laat. En je mocht niet lachen op die foto. Je mocht je bril niet aan hebben. En ik dacht... Ik had al twee keer geprobeerd en zei al, nee, het is niet goed. En ik dacht, nu ga ik gewoon boos kijken. Dus ik echt zo boos in die camera als de grootste crimineel op de Most Wanted lijst. En dat mocht. Het was goed gekeurd. Het was goed. Ja, je zag er inderdaad misschien wel zo'n drugsdealer uit die een slechte dag had. Maar echt, hè. Vreselijk. Ja, ik vind het ook raar dat je geen bril mocht dragen, want dat maakt u toch, hè? Dat denk ik dan ook. Ja. Dat denk ik dan ook, ja. En in mijn geval zeker, maar ja. Heb je altijd een bril gedragen? Nee, ik moest vanaf het tweede middelbaar denk ik een bril dragen, gewoon om het bord te zien. Mm-hmm. Maar ik ben soms, in sommige gevallen, liever lui dan moe. En ik vond het zeer vervelend om dat elke les aan en af te doen. Dus ik dacht, fuck it. Ik zet hem 's morgens op en ik zet hem 's avonds af. En dan verslechteren je ogen natuurlijk, want je ogen worden gewoon aan die bril. Dus dan gaat het alleen maar achteruit. En nu moet ik hem wel constant dragen. Ja, echt zwaar. Niet heel zwaar, maar bijvoorbeeld, ik kan als ik op perron sta bijvoorbeeld, dan kan ik de kleine lettertjes niet lezen. Dan moet ik wel echt goed... Dus ik heb hem wel echt nodig. Ik heb die van mij ooit laten lezen. Ja, maar veel mensen doen dat. Ik durf dat niet. Dat kan geen kwaad. Is dat? Mm-hmm. Ja.
Mijn kost dat veel? Oh, dat, ja, dat is echt al lang geleden. Ja. Ja, je werd nog niet geboren. Nee, ik denk dat je juist een peutertje waard. Maar nee, dat valt eigenlijk mee, want als je dat uitrekent, is dat de prijs van... Ik droeg altijd lenzen en ik kon er niet meer tegen. Mijn ogen kunnen ook geen lenzen verdragen. Ja. Dus blijkbaar is dat zo, dat sommige ogen of sommige mensen gewoon geen lenzen kunnen verdragen. Ik kan me herinneren dat ik bij een opticien zat, dat ze met 3 man 1 lens in mijn oog proberen te besteken. Mij vasthouden, mijn ogen vasthouden en een ander daarin. Allee, jong. Ja, maar ja, dat is als je dat de eerste keer doet. Ja. Daarna kun je echt je oogbol aanraken met je vinger. Oh, en dat is gelijk fietsen. Je leert dat ook nooit niet meer af. Nee, oh. Ja, dat is echt... Nee, maar ik vond dat op zich... Ik ben wel blij dat ik dat gedaan heb. Ja, dat snap ik wel. Omdat je er echt vanaf bent. Ja. Nou, dat vond ik wel een meerwaarde, eigenlijk. Misschien toch eens doen, dan. Ja, ik zal u een adres geven waar ze dat doen. Niet zo ver van Gent is dat. Oh, ja. Ik ben ook van Oost-Vlaanderen, hè, dus vandaar in Mario. Ja, ik ben ook aangespoeld. Hè. Uw carrière, dat is zo... Ik zei het daarnet, we hebben elkaar zo leren kennen op de VRT, zo in een draai een beetje. Mm-hmm. Maar dan vorig jaar, wat is er gebeurd? Maar Petra, ik weet het niet. Dat is toch zot geweest? Allee. Het is echt absurd. Het is echt absurd. Ik vraag het mij soms zelf ook af, maar hoe kan dat nu? Ja, ik denk dat is een beetje aangestoken geweest. Ze wat begonnen met Café de Mol. Ah ja, juist. Waar ze mij nog kenden van bij nonkels. En dan hadden ze gevraagd van ja, kom dan een keer Café de Mol doen. En dacht ja, en dan is dat in één keer zo wat begonnen. En dan beginnen mensen nu te herkennen. En dan hadden ze gevraagd om meedoen aan de slimste mens. En dan ja... Ja. Dat is een bom, hè. Die slimste mens. Ik heb dan... Weet wat ik gedaan heb, Manu? Nee. Voordat jij begon aan de slimste mens, heb ik naar je volgers op Instagram gekeken. Ja. En ik dacht, oké, ja, volgers. Hè? Die heeft veel volgers. En daarna... Ja, dat was niet normaal. Dat is verdubbeld of verdriedubbeld of zo. Ja, dat is niet normaal. Ik kijk er heel weinig naar, omdat me dat eigenlijk weinig doet. Maar dat, ja, ik weet wel dat... Ik heb dat bewust gedaan, omdat ik u dan kende. Dat ik dacht van, ik wil dat nu een keer zien, zo dat slimste mens-effect. Zot. Ja, dat is echt zot. Ongelooflijk. En ik heb nog nooit zoveel berichten gekregen in echt? Mijn leven. Nog nooit. En pas op, ik ben al veel jaren geweest. Ik ben al 24 keer jaren geweest in mijn leven. En ik heb nog nooit zoveel berichten gekregen. Maar dat is wel tof. Dat zijn allemaal heel lieve berichten. En ik probeer echt altijd te antwoorden ook. En waren daar dan zenuwachtig voor om daaraan mee te doen? Want je weet wel van wat dat gaat worden. Hè? Knijte zenuwachtig. Niet te doen. Niet te doen. Echt? Ik was mezelf echt... Er zijn mensen die mij heel goed kennen, die konden zien dat ik zenuwachtig was. Mm-hmm. Dus mijn mama zag dat. Mijn mama die zei op tv, ik zie gewoon dat jij zenuwachtig bent. Terwijl iedereen tegen mij zei, amai, je zit daar zo chill. Zelfs Erik van Looy, die zei, amai, jij zit daar echt op je gemak. Maar ik dacht, maar jongens, mag je wel niet weten wat ik doormaak van binnen. Allee, hoor. Dat was echt niet... Maar dat is ook omdat ik heel competitief ingesteld ben. Hè. Dus ik wil dat ook gewoon echt goed doen. En ik was heel hard aan stressen. En dat was heel intens ook. En ik was daar zo hard mee bezig, met die slimste mens. Dat was... Had jij ook zo schriftjes en zo? Ja. En ik was soms naar een lied aan het luisteren. En ik denk van, ik ken die band. Maar wat weet ik daar eigenlijk over? Baf, direct moeten beginnen opzoeken en gaan kijken. En ja, dat heeft mij veel meer bezig. S'nachts een keer wakker geschoten ook. Ik weet iets niet. Allee, joh. Echt. Echt zo op die manier. Zot. Maar hoe lang weet je dat op voorhand, voor dat opname starten? Dat je gaat meedoen? Want ja, vanaf dan kun je pas beginnen, hè? Wel even. Opgenomen in oktober en ik denk dat ik het net voor de zomervakantie wist. Ah ja. Ja. Dat is nog vrij laat. Dat is, ja, maar op zich zelf wel. Er zijn mensen die het ook maar later weten, want ze maken die lijst en soms zijn sommige mensen nog in twijfel gevallen of valt er dan toch nog iemand weg en dat er dan iemand bij komt. Dus dat is zo wel... maar ja, dat is uiteindelijk voor de zomervakantie en dan denkt je zo, tijdens de zomer denkt je... Kei lang. Oktober. Maar geef mij nog maar een aperol. en dan plots begint dat wel te dagen. Hè? Ja. En dan begint dat wel te komen. En dat is echt, joh. Oh, dat is niet te doen. Allee, maar ik vond dat je daar heel tof uitkwam. Dank en u. Ik vond ook dat je waard wie dat je bent. En merci, ik denk dat het belangrijkste is. Maar ik vond dat zelf ook belangrijk. Om niet geen rolletje op te zetten of niet extra... Weet jij wie dat je bent?
Allee, zo bedoel... Ja, nee, maar zo bedoel van zo... Op de... Nee, zo, jawel. Op de radio, ja, dat, op de radio zien mensen een facet van wie ja. dat je bent. Hè. Ja. Dat is gewoon zo. Maar daar, ja, je moet leuk zijn, je moet het antwoord weten. Ja. Maar wat is leuk? Dat is echt... En dat is ook een beetje zoeken. En daarom heb ik het geluk gehad dat ik zo ervoor al wat televisieopnames had meegemaakt. Dat niet het eerste ooit was. Ja. Ik had al... Dan Café de Mol gehad en al andere televisieprogramma's en zo, waar dat je dan zit. En dan gaandeweg zoekte dat wel een beetje. Mm. En dan denk ik dat mij dat wel geholpen heeft. Ja. Maar ja, wie zijt je op dat moment? En ook, wat geeft de prijs? Voilà. Wat wilde zeggen? Wat, ja. Ja, ik zou zo bang zijn dat ik daar zit en dat ik dan zo'n antwoord geef. En dat ik dan zo bijvoorbeeld zeg van, ah, die heeft een relatie met die en die gehad. Ah, ja. Dat ik zo van die dingen zeg van, ja, dat mocht je helemaal niet zeggen. Ja, ja. Dat mocht je wel, want die opnames duurden echt heel lang. Ja. Die duurden echt heel, heel lang. Dus ik weet wel dat als je iets gezegd hebt dat bijvoorbeeld echt niet de wereld in mag of zo, of dat je liever van niet hebt. Bijvoorbeeld, ik weet, er is een trouwdatum een keer gevallen waarvan ze zoiets hadden van, dat maken we liever niet publiek. Ja, dan knippen ze dat uit de montage. Ah, ja. Ah, zo. En dat kan. Ja, dat kan. Ah ja, als het niet het juiste antwoord is. Nee, wel. Ja. Van, is dat, of als dat iets is dat je privé misschien zo... Ja, je zit daar natuurlijk in een sfeer. En dat zijn dingen die mij heel veel energie geven. Je zit daar in een sfeer, dat is een live publiek. Die zijn ook heel goed opgewarmd. Ja, voilà. Dus ik krijg daar zo'n kick van als je hem opgemaakt. Die mensen lachen en dat is zo. Dus je bent zodanig chill dat je echt vergeet dat op tv gaat komen. Ja. Waardoor dat je zelf zo'n ding hoort zeggen dat je denkt van... Oh, wacht, even nadenken. Er gaan het ook mensen zien. Ja, voilà. Ja. Wat ik wel heb, en ik heb dat tot op vandaag nog altijd, is de meester Ruben. Ja. Dat ik daar soms heel hard nog eens moet mee lachen. Als ik zo alleen ben. Ik heb zo nog een verhaal dat ik zo... Ik was een keer op een feest en dat was zo een mevrouw. En die zat zo op een verhoogde barkruk. Ja. En die was met ons aan het babbelen. En plots, haar schoonzoon stond naast mij. En plots gaat die vrouw zo neerstaan op de grond. Maar die is mini. Die is superklein. En die schoonzoon zei, ja, hier een put in de zaal. En ze gaat erin staan. En dat was... En dat is ook zo een moment dat ik soms in mijn bed 's nachts wakker word. En ik zo keihard moet bij lachen. En mijn meester Ruben heb ik dat ook gehad. Ja. Oh, dat is wat geweest. Ja, want die mens ook, ik heb die nog eens gegoogeld naar aanleiding van dat jij hier nu komt. Ja, ja. Ja, dat is niet normaal. Dat is niet normaal. Dat is niet normaal. Ze hebben die mens geïnterviewd. Ze hebben die ook geïnterviewd. Oh ja, ze hebben die... En dan ook zo, want die had dan zo, dat had hij dan geïnterviewd van de regionale krant. Maar dat is ook wel de krant van West-Vlaanderen. I love it, hè. Dat is echt, dat is heel fijn als die bellen dan. Ja, dat is uw graag. Ding, toch? Ja, maar dat is ook zo, als je een scheet laat in Vlaanderen en je zegt van West-Vlaanderen, dan zijn de kranten van West-Vlaanderen erbij. Het is hier van ons, hè. Ja, we gaan hem de rest tegen. En ik weet, ze hadden hem toen geïnterviewd en ze belden mij en zeiden, ja, kijk, we hebben een interview gedaan met meester Ruben en hij zei... binnenkort is er de schoolquiz en ze zouden het misschien wel leuk vinden als Manu en Ruben die samen zouden presenteren. Maar ik dacht zo, maar wacht. Laat ons even... Hey, ik zeg, misschien niet. Dan ging ik een evenement presenteren voor de Stad Oostende. Kunnen we als special act niet meester Ruben? Kun je als duo op de baan? Ik zeg, nee. Het is, voor mij gaan we echt wel afronden hier. Ik zeg, oké. Iemand van zijn leraarkoors vraagt, ja, zegt, is de zoveelste is de dag van de directeur. Wilde jij niet een keer langskomen? Ik zeg, maar nee. Je hebt er alleen. Ja. Ik ben er. Dus dat is zo... Ja, om den duur is dat wel zo van... Oké, wow. Maar wat dat gedaan heeft, is echt insane. Ja, dat was echt... Insane. Maar dat is ook wel grappig, want dat is onder vrienden is dat al heel lang een mop. Ja, ja, ja. Is dat al heel lang iets bestaand. Ja. Was dat ooit iemand die zei van... maar ja, veel mensen geloven ook niet... wat ik je daar vertel, dat echt gebeurd is. Dat ik dat zo zei van een juf die aan de drank zit. Het is echt gebeurd. Het is echt gebeurd. Niet verzonnen. In dat café ineens niet verzonnen. En vooral ook, heb je maar één optieker met die montuur in Oostende. Ja, blijkbaar. Dat trekt daar keihard op. Hè. Zot, hè. Niet normaal. Ja, dat is echt... Ik vond dat wel iets... Allee, zo'n uitzonderlijk verhaal. Ja, dat is wel, ja. Dat is een beetje zoals in de Humo elke week, zo de lookalikes. Ja, ja, ja. En soms denk je van... ja, oké. Okay. Ça va. Het is omdat de pose wat hetzelfde is. Ja, ja, ja. Maar bij u, dat was echt... Dat is twee druppels, ja. Ik weet het. Hè. En gaat hij nu in de jury terechtkomen van de slimste mens? Mag het Wie hopen? Weet. Mag het Wie hopen? Weet. Ik zou dat wel graag doen. Ja. Ja, ik heb dat ook al gezegd. Ja.
van, ik zou dat wel heel graag willen doen. Maar ja, dat moet natuurlijk, ja, ze hebben hun vaste waarde daar, dat moet lukken met agendas en zo. Jij met Bokkie dus, de Ripper, amai. Dat zou ik wel leuk vinden. Dat wordt zo culinair dan. Ja, zeker. Een culinair duo. Nou, zei jij trouwens culinair aangelegd? Want je zei van, ja, ik ga niet vaak naar de frituur. Ik kook wel zeer graag. Maar ik moet zeggen dat ik graag kook voor mensen. Ah. Ik vind het heel leuk om een diner te organiseren. Ik ga graag bij iemand eten. Ja? Ja. Kom af. Maar ja, maar echt. Ja, maar je mocht echt afkomen. Ik vind het ook niet erg. Maar zo echt eten klaarmaken, de tafel goed dekken, zorgen voor een aperitief. Dat vind ik heel leuk om te doen, zo, om dat zo wat te organiseren. En als ik dan voor mezelf moet koken, vind ik dat altijd veel te veel werk. Om dan gewoon alleen te eten of zo. Dus ik vind dat leuker als het met mensen is. Ah, ja, oké. Okay. Oh, je bent echt een gezelligheid. En dat is ook iets waar ik graag geld aan uitgeef. Aan zo een keer op restaurant gaan, dan vind ik het leuk als dat is... Allee, ik heb niet veel geld, want ik ben jong. Maar het is gewoon zo... Bent wel een succesvol aanstormend mediatalent. Hè, zo noemen ze dat. Ja, maar ja, dat vertaalt zich niet altijd in centen. Hè. Ja, dat is wel waar. En dan is dat, vind ik dat leuk om eens een keer met vrienden zo eens een keer echt goed te gaan eten. Hè. Zo eens, dan mag ik een keer iets uitgebreider. Ik heb zo een paar vrienden waar we dat zo, denk elk jaar twee keer doen. Ah, ja. Zo een keer echt... Maar echt een goed restaurant. Ja, goed gaan eten. Ja. En ook al lang aan tafel zitten en zo. Dat vind ik heel tof. Ik ben echt van die gezelligheid, van de sfeer samen en zo. Dat vind ik top. Ja, ja. Dat je zo je benen niet meer voelt na een paar uur. Dat je ervan neer te zitten. Zo. Echt, ja. Echt dat. Ja. Ik vind ook zo een lunchmenu. Doe jij dat soms? Dat je zo ergens... Ja, wel bijvoorbeeld in de Jane heb ik je dat ooit gedaan. Dat was toen dat moment met die... Die scheermesjes. Die scheermesjes, ja. En dat was op de middag. Ja. En dan komt het zo buiten als het donker is. Ja, dat is echt ook al gedaan. Ja, ja. Dat vind ik ook wel zo'n leuke ervaring eigenlijk. Dat is bijzonder, hè. Ja. Ja. En durf jij alles bestellen? Want je hebt een podcast gemaakt in het Rits over je lichaamsgewicht. Ja, over, ja. De hete zwaar. Ja. Ik heb hem beluisterd. Ah, ik vond het heel mooi. Want het was aan eindwerk. Ja, dat was mijn masterproef. Ja. Direct, wat is dat een grote onderscheiding, toch? Dat was een onderscheiding. En een contract bij de VRT. Had ik al. Dat had al. Waar jij toen al bezig? Ik was in mijn... mijn masterjaar ben ik begonnen bij M&M en heb ik één keer per week, 's avonds en 's nachts, gepresenteerd. Ah. Cool. Zo, en dan is dat zo wat gegroeid. En dan, Want ja, daar zeiden wel zeer openhartig over wat dat met u doet. En daarom dat ik zo die vraag van de frituur... Ik kan mij wel voorstellen, als je zo een beetje zwaarder bent, dat misschien ambetant is als je naar de frituur gaat. Of voelde jij je dan bekeken of niet? Niet echt eigenlijk. Maar je weet wel, ja... Ik ben wel dan de persoon die dan zo... Ik vind dat ook niet erg als dan zo samen met vrienden gaan eten, om dan zo de frieten gewoon voor iedereen te gaan halen. Ja, als je daar dan zo staat, vier vleesjes, dat mensen dan misschien denken van... Ja, mijn vrienden, het zal wel. Ja, maar het is echt... Ja, je kunt dat zo, je kunt ook niet beginnen zeggen... Ja, dus ik ga veel bestellen, iedereen, maar het is dus niet alleen voor mij, hè. Ja, voilà. Ja, dus, maar... Nee, ja, weet je, ik heb dat... Dat is ook... Ja, mind your own business. Hè. Mm-hmm. Als mensen dat willen denken, ja, tompie. Maar je werd wel gepest vroeger. Ja, maar dat was minder omwille van hoe ik eruit zag. Dat was meer omdat ik... Ja, ik was zo... Ik had veel vriendinnen. Ah. Dan zeggen ze... gay. En dan denk ik... Ja, en dan? Ja, wat is het probleem? Ten eerste, het zou al zo moeten zijn. En dan? Ik bedoel, who cares? Maar dat was blijkbaar een scheldwoord. Maar ja, dat pesten is op een bepaald moment wel heel ver gegaan. Was dat in het middelbaar of lager? In het middelbaar, ja. In het middelbaar is dat ook wel een keer heel ver gegaan. Ik had een goede vriendin in mijn klas. En die had een lief. En dat lief kon echt niet verdragen dat ik daar goede vrienden mee was. Dus die wilde mij echt in elkaar motten. Die had dat ook echt gezegd. Die had echt een paar keer gezegd. Toen hadden wij voor Elon een opdracht dat we rond het zwembad, het gebouw Turkus, moesten lopen. En dan in het zwembad gaan zwemmen. In een duathlon. Leuk uit. Altijd tof. Heel raar. En ik weet nog wel, op een bepaald moment wachtte die mij wel op achter het zwembad. Allee. En begon die mij zo te duwen en te trekken. En toen kwamen mensen van de klas aan, toevallig, die gewoon ook aan het lopen waren. En die zijn wel gestopt. En ik had dat heel veel gezegd aan school. En school zei, ja, moeilijke jeugd. En ja, maar we gaan er een keer mee babbelen. En ik had zoiets van, ja, moeilijke jeugd, mijn gat. Mm-hmm. Ik bedoel, dit moet stoppen. Ja. En op een bepaald moment was ik zo bang...
dat hij mij iets zou aandoen, dat ik briefjes met telefoonnummer van mijn mama in mijn zakken had zitten. Maar jongen, toch. Voor als ik echt waar, voor als ik zou op straat liggen of zo. Allee, joh. Dat ik, mijn mama had altijd gezegd tegen mij, het klinkt raar, maar als ze op u slaan, blijft liggen. Sla niet terug. En waarom niet? Omdat ik dan niks verkeerd doe. Ah ja, zo. En ik weet dan wel nog, op het einde van het tweede middelbaar... Zou ook nog braaf zijn als je... Ja, zo, sla mij maar. Nu zou ik dat nooit doen, natuurlijk. Dat Jezus geven. Eigenlijk. Zo van, ja. Geef ze je wang en dan ook nog de andere wang. Ja. Zo dan... Nu zou ik gewoon denken van, wauw, jongen, wat is dit? Ja. En mijn mama is op het laatste oudercontact van het tweede middelbaar... heeft hij wel tegen de school gezegd... Wacht, hè. Excuseer. Heeft hij wel tegen de school gezegd... het is zeer simpel. Als deze zomer mijn zoon iets overkomt, dan stellen we jullie in gebreken. Omdat jullie niks gedaan hebben. En dan hangen we. Ah ja. En dan is het zo op de oudercontact. Ik denk zo, oh yeah, mama. Zo, goed bezig, jij. Ja, zo wat trots. Ja, ik dacht zo, wow. En de school zei zo, ja, maar hij komt straks en het zal niks gebeuren. En dan, effectief, ik heb hem de zomer een paar keer gezien en nam hij wel echt afstand van mij. Maar aan de andere kant, je kunt daar blijven over... Ik heb je nu... Heb je die al teruggezien? Ik heb die een keer teruggezien, maar gewoon gezien. En dan knikte wel gewoon eens een keer. Maar je kunt daar ook niet kwaad op blijven. Ik ben ook niet meer dezelfde persoon als ik toen was. Mm. Hij hopelijk ook niet meer. En is hij nog samen met dat meisje? Nee. Ja, voilà, het was eigenlijk voor niks. Nee, wel, het was echt voor niks. En dat was ook zo... Dan denk je ook van, ja, weet je, mensen veranderen. Hij heeft op dat moment... echt foute keuzes gemaakt in zijn leven, maar bedoel, je bent 14 jaar. Ja, voilà. Hij heeft toen beslist om mij te pesten, maar vandaag is hem 20 en bedoel, of 24. De kans dat hem dat nog altijd gaat doen is vrij klein. Dus je moet dat ook vergevingsgezind zijn of zo, vind ik. Nee, en is dat misschien ook de reden dat je daardoor ook zo... Ja, jij bent een leuke mens, en grappig, dank maar je. Zo assertief. Ja. Allee, zo, is dat, heeft dat u ook gemaakt tot wie dat je bent? Absoluut. Ja. Absoluut. Zeker. Ik laat heel moeilijk over mij heen lopen. Mm-hmm. Ik ben vrij direct. Mondig en heel direct. Ik heb... Maar ja, ik zeg gewoon graag waar het op staat. Ik ga het niet verdoezelen, want mensen hebben daar ook gewoon niks aan. Als ik iets niet goed vind, dan is het niet goed. En dan zeg ik dat ook wel. Gewoon. Of als ik het niet mooi vind, ja. Ik heb dat heel vaak op M&M, dat wij nummers spelen. Dat ik echt denk van, wat crap is dat? Op antenne zeg je dat natuurlijk niet. Nee. Maar dan zeg je gewoon niks. Of een nummer. Laat dat gewoon passeren. Laat er gewoon reclame daarna. Ja, dat mag gewoon passeren. Maar soms denk ik, ja, ik zeg gewoon liever wat erop staat. Omdat ik ook, en dat heb ik ook in feedbackmomenten, heb ik dat heel veel gehad op Trits ook. Dat gewoon bagger is en naar u wordt gegooid. En dat maakt u ook wel hard. En dan... En jij durft daar ook tegenin gaan? Zo, ik heb dat docenten keer gedaan, en zo? Ja, ik heb dat één keer gedaan. Dat is zo, vroeger zat daar geen... Allee, toen ik begon op Trits, zat daar geen... Ik spreek zo van 30 jaar geleden, precies. Maar toen ik begon op Trits, zat daar nog geen systeem in. Dus was dat gewoon van, wat vonden we van dit audiowerk? En dan was dat tak, 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 tak. En iemand begon negatief en dan was in een negatieve spiraal. Dat ging maar negatief, en maar negatief, en maar negatief. En dat was bij mij ook een keer zo. En ik weet nog dat ik zoiets zei van, mijn vierde moment was afgerond. En ik zei, en ik zou graag willen eindigen met een positief element. En die keken zo van... ja? Maar ik denk, ja, dat is toch logisch? Ik was 19 jaar. Je zit op een hogeschool en je krijgt alleen maar shitload over je heen. Ja. Op een bepaald moment is het niet altijd zo. Hè. Ja, dan wil je ook wel een keer iets positiefs horen, maar je hebt er wel hard aan gewerkt. Dus ik heb wel geleerd om assertief te zijn. Vaak ben ik te assertief en ben ik te... Het is wel een bedweterke. Nee, geen bedweter, maar ik durf wel een keer op iemand zijn tenen trappen. Ah ja. Zo, omdat ik soms iets te hard ben of zo. Nou, echt? Ja. Ja. Maar doe je dat dan op een beleefde manier? Ja, ik vind dat wel. Maar je zegt het gewoon. Maar ik zeg het gewoon. Maar dat is wel alleen uitzonderlijk als je zo jong bent dat je dat durft. Hè. Ja, maar ik zou dat op die leeftijd niet gedurfd maar hebben. Maar daarom heb ik Hollanders zo graag. Ja, dat is waar. Omdat die dat gewoon... En Amerikanen ook. Je hebt een schone trui aan, hè. Die roze Carhartt. Ik vind dat echt schoon. Maar stel dat jij aan mij zou vragen, wat vind je daarvan? En ik vind dat echt niet mooi. Dan... Zou je dat zeggen? Ook al kennen men nog niet zo goed. Ja. Ja. Dan ga ik gewoon zeggen, oh, dat is niet mijn ding. Ja. Als je die pil graag draagt... Dan wil ik eigenlijk eens met u gaan shoppen. Ja, ik wil zo'n eerlijke vriendin hebben. Ah, ja, want vaak zeggen mensen niet altijd wat ze denken. Ah, nee, als je uit de pascotte maar komt... Maar wat zei ze daar dan mee? Ja, dan loopt ze rond met een teringlelijk kleed. Hè. Dat is echt...
Dat is echt lastig. In uw geval is dat rare kleed, ja. Nee, maar dat is, ja. Ja, maar je hebt daar gelijk in. Ja. Maar ik vind dat wel, dat hangt bij mij soms wat af van de situatie. Ja. En ook de persoon, of ik het de moeite vind. Ja, want ik vind dat niet voor iedereen de moeite. Nee, dat is waar. Omdat ik denk van, ja, jij bent ook niet, misschien niet eerlijk tegen mij. En dan zal ik dat misschien ook... Allez, zal ik het gewoon zo wat blauw-blauw laten. Is waar. Maar ik vind dat wel gedurfd dat je dat ook op het werk en zo... Dat je dat... Allez, ik ruip rap in mijn schulp of zo. Ja, ik denk gewoon dat zo... En zeker in de media, als je... Als je bijvoorbeeld op een debrief zit of zo, je hebt dat ook al gehad, je hebt een project gedaan, achteraf gaat dat nog een keer overlopen. En daar zeg je niet wat dat eigenlijk op je lever ligt... Dan is dat volledig nutteloos dat je dat gedaan hebt. Ja. Dan ga je daar achteraf nog altijd mee zitten. En dan gaat dat zo... Ja, en het was zo en zo en zo. Soms hoor ik zo mensen over iemand anders babbelen. Ja, en ik vind die... Oh, en ik vind dat die dat doet. En als die dat doet, dan denk ik... Ja, maar heb je dat alles tegen gezegd? Heb je al eens gezegd van... Ik vind dat je soms op... dat je mij bijvoorbeeld als aan het babbelen bent, dat je mij vaak onderbreekt. Die mensen dat niet met kwaad wil, maar die beseft dat gewoon niet. Ja. Zegt dat gewoon. Ik heb u toch nog niet vaak onderbroken. Absoluut niet. Absoluut zeg, niet. Ja, want dat wou ik ook, dat Manu, hosting bij Canvas. Ja. Hè, dat heb ik ook gedaan. Vier jaar lang. Echt? Ja, ja, ja. Leuk. Ja, ik vond dat fantastisch om te doen. Maar daar had ik ook een beetje het... wat ik niet tof vond, was dat er geen evaluatie was. Dus je deed dat en je dacht van, ik doe dat op de manier waarop dat ik denk dat ik dat moet doen. Ik moest toen nog die teksten schrijven. Ik weet niet of dat nu nog is. Nee. Dat was ook zo elke dag, voordat het nieuws begon, voordat ter zake begon. Ah, wow, leuk. Moest je dat inlezen, maar dat is veranderd. Dat is veranderd, ja. Maar dan denk je van, is dat nu goed? Mag ik zo grappig zijn? Of mag ik hier zo'n beetje dit? Of mag ik hier zo'n beetje dat? En dat was nooit een evaluatie. Dat vond ik wel vervelend, omdat ik wil, als ik iets doe, wil ik altijd beter worden. Ja, ik ook. En ook voelen van, ja, ben ik in het juiste, wat ik aan het doen ben, is dat de juiste, is dat de juiste toon dat ik hier... ik ga ondertussen water pakken, want je staat droog. Ja. Nee, maar is dat nu veranderd? Geef ze evaluatie of... Gewoon minder ook. Ik doe klaar. Canvas doe ik niet heel veel, maar omdat ik zo reservestem ben. Ah, ja. Maar klaar doe ik wel vaak. En daar is dat niet... Ja, je feedback is meestal op het moment zelf. Ja, door de regisseur. Omdat de regisseur wel bij zit. Ja, ja. Dus dan is dat eigenlijk op dat moment dat je daaraan werkt. Hè. Ja, maar bij mij was dat zo meer van dat ik dacht van... Ik wil meer in die... Allee, weten dat ik zeker nog in de geest van Canvas zit. Dat je daar zo de... Dat je de identiteit van de zender mee hebt. Ja, het overzichtelijke. Zo, dat vond ik, en dat was daar eigenlijk zo niet. Ah, dat is wel jammer. Dat was eigenlijk inderdaad wat je zegt, de regisseur op het moment zelf. Ja, dat was goed. Zo, ja, deze moeten misschien nog een keer je klemtoon wat anders leggen. We gaan het nog eens opnieuw doen, zo dat. Ja. Maar eigenlijk, ja... Ik moet wel zeggen, daar is wel een systeem in nu dat we wel bij M&M hebben, dat er wel meer feedbackmomenten zijn. Dat we ook echt mensen hebben die aandachtig luisteren, die met fragmenten komen en zeggen van, kijk, ik heb dat gehoord. Amai. En dat is wel tof. Ja. Omdat je weet van, ah ja, oké, er wordt hier echt geluisterd en je kunt daar echt veel beter uit worden. Bijvoorbeeld Sam de Bruin is iemand die heel veel feedback dingen doet. Dat is tof. Bij M&M in Studio Brussel. En dat is zalig. Want ten eerste, geleerd van Sam de Bruin. Ik bedoel, hallo, het is Sam de Bruin. Dat is een voorbeeld voor mij. Dus hoe dat hij dan tips en zo aanreikt, dat is kei tof. Omdat, dan zegt hij bijvoorbeeld van, ja, dat heb ik geluisterd. Dat was misschien wat chaotisch. Hè, was misschien niet helemaal wat het moet zijn. Maar je zou kunnen dat en dat en dat en dat doen. Opbouwend. En dan, zei hij daar echt iets mee. En dan denk ik van, alright, goed. En dan een volgende uitzending probeer je dat. En denk je, ah ja, inderdaad, dat werkt. Hup, en dan gaat het weer doen. Ja. Dus dat is heel fijn om zo op regelmatige basis een keer feedbackgesprekken te hebben. Daar hebben ze dan toch uit geleerd. Ja. Ja, want dat is echt belangrijk. Omdat je denkt als maker, denk je van ja, je doe maar. Maar het is soms wel eens iemand dat zo effect op je schouder mee zit. Om... Ja, en het is niet omdat je plots radiopresentator bent, dat je nu voor de rest van je leven alles kunt. Mm-hmm. Ik vind dat goed dat er af en toe eens een keer iemand zegt van goh, ik zou misschien dat niet doen, maar ik zou het misschien zo doen. Ja. En, En zei jij... Ja, want je carrière is eigenlijk gestart als Boomba. Ja, in Plopsaland. Dat is echt waar. Herman is ook vaak in Plopsaland in de zomer. En dan doet hij zo met de kampioenen zo signeren. Heb je dat gezien? Ah, echt? Ja, ja. Als kindje? Ja. Nee, en als toen ik daar werkte. Als Boomba? Ja, maar ja. Als, ja.
Mijn meest memorabele moment in Plopsaland was als hij dan zo bezig was met zijn collega's en dan Aimé, die Kabouter Klus speelt, die dan even pauze heeft en die dan... Ja, die mens is heel alleen, hè. Ja. En die is echt alleen, die speelt zo'n een-persoonsshow. En dan pakt hij een flesje champagne en zegt, Petra, blijf even bij mij. En dan, als Kabouter Klus heb ik daar dan een glaasje champagne mee gedronken. Dat was fantastisch. En dan begint hij zo dingen gewoon zo uit het dagelijks leven te vertellen, maar dan zo verkleed als Klus. Dat is hilarisch. Ja. Oh, dat wist ik zelf niet. Ja, dat was echt grappig. Ja, ik heb Plopsaland, is bij ons ook zo wat een rode draad. Hè. Dat is ook, je hebt daar zo'n kampioenen. Ja, dat caféken. En wat heb jij allemaal gedaan daar? Boomba of... Veel. Ik was, de figurenspeler was één ding, maar dat was ik ook. Dat heet zo operations. En dan, dat is de afdeling operations. Dus dat is aan de ingang staan, tickets verkopen, attracties bedienen, schoonmaken. En dan animatie, dus figurenspeler. Dus ik was Bomalu, Halvar, dus de papa van Wiki. Plop was ik ook, heel vaak. Hè. En hadden dan zo, ze daarmee gestart in het ding van ik wil graag gaan acteren? Nee, dat was... ik had vrienden dat deden en ik dacht, nice. Echt? Wil ik ook doen, ja. En is dat tof? En wel, dat valt eigenlijk heel goed mee. Het ding is, je moet... Dat is je dag bestaat constant uit halve uurtjes. Dus je zijn een half uur dat personage en een half uur rust. Een half uur dat, half, dus dat je uit die pop kunt, zeg maar. Ah, er echt uit ook? Ja. Dus dan kun je echt eruit. Dan ga je even wandelen even naar, om de hoek naar binnen in het gebouw. En dan is daar wel het lokaal waar al die hoofden zo liggen. Doods. En dan doe je wel even je dingen uit en dan gaat het terug. En dan kun je een keer wisselen van personage. Of We mochten zelf ook kiezen van, ik voel mij vandaag Bomba. De vaste animatoren die hebben dan wel zo de eerste keuze. En als jobstudent hebben dan zo de tweede keuze. Maar ik vond Plop heel leuk. Maar je kunt natuurlijk niet met twee Plop zijn. Want je gaat je figuur altijd gaan afwisselen. Dus je kunt niet twee Plops in hetzelfde dingen hebben. En zijn er dan zo verschillende kostuums? Want als dat zomer is en je zweet... En... Dan houdt het wel, want dan heb je ook je meet and greets op de middag. Dus bijvoorbeeld, dan was ik bijvoorbeeld in de middag Kabouter Plop, we moeten daar een dansje gaan doen. Dan zet je dat ook wel in de voormiddag, zodat dat kostuum wel van u is. En dan, s'avonds wordt dat wel allemaal schoon ontsmet en zo. Je draagt daar ook, daaronder draag je een t-shirt, een legging met lange kousen, heel lange handschoenen en een kapje zo. Zodat dat er zo min mogelijk... persoonlijk zweet, zeg maar, meteen in het pak komt. Dus dat is wel vrij hygiënisch. Eén pak stinkt er. En dat is het... Dat was, ik weet niet of dat nu nog zo is, het pak van Berend Brokkepap. Want daar heeft ooit een keer iemand in overgegeven. Dat is de legende. Dat is de legende. Maar je hebt altijd grote en kleine figuren. En Berend is een klein figuur, dus daar ging ik niet in. Daar moest jij niet in? Nee. Amai. Heb je, Germen, die mens die daarin moest... En dan brokkenpap. Brokkenpap, ja. Het is echt al een keer brokkenpap geweest. Dus die staat niet zoveel buiten. Dat is echt waar. Maar goed om weten. Ja, als je die ziet, dan weet je dat iemand aan het afzien is. Zo met kokhals zo in een pak. Ik heb ook ooit eens gehad dat ik in een pak zat en dat zo... Dat er dat mijn kapje, mijn zweet, niet goed genoeg tegenhield. Dus dat er zweet in mijn ogen kwam. Dat piekt heel hard. Maar je kunt niet aan je... Je zit daar zo... Je zit op die rot te zwaaien en zo... domme gezichten te trekken om te zorgen dat die tranen weggaan of zo. Dat piekt keihard. Dat is vreselijk. Allee, jong. Eigenlijk, als je voor de Masked Singer zouden vragen, dan... Kun je weten waar dat aan toe bent? Ja, maar dat is wel pittig, hè. Maar Herman heeft dat ook gedaan. Hè, dat was maar één aflevering. Hè. Maar die had echt een goeie pak. Die is Kiwi. Dat was wel tof. Hè. Dat was eigenlijk zo, bijna een ring rond hem. Hè. Ja, dat is wel, ja. Maar wel zo, hij zweette veel. Dat was ook zo aan zijn armen. Dat was superheet. En zijn benen ook. Maar wel cool. Ja, dat moet wel cool zijn, denk ik. Ja, we hebben zo'n recap gedaan voor de Frietcast. En we hebben het er ook over gehad. Allee. Wat ik heel tof vond, was het sportpaleis dat hij dan gevuld heeft. Ja. Dat was raar. En ik ook zo, wat zit ik hier te kijken? En na vijf minuten dacht ik, het is eigenlijk wel tof. Dat was echt een leuke show. Ah, goed. Heel raar. Ja, we hebben zo de recap gedaan. We hebben zo 50ste aflevering gehad eind december. Ja. En nu de eerste aflevering, want we nemen dit ook op, voordat de eerste aflevering terug online staat, is Herman bij mij te gast geweest. Een technieker van dienst. Dat was eigenlijk het idee. Ja, zo'n beetje de achter de schermen, zo de backstage van Frietcast. Ah, goed. Ja, en hij was hier te gast in het voorbije seizoen als hij
had deelgenomen aan de Masked Singer. Ah, schitterend. Dus dat was eigenlijk het... Allee, ja. Zij, hij mocht ook eens voor een tweede keer terugkomen. Leuk. Maar jij mag ook voor een tweede keer terugkomen, yes, als je wilt. Hè. Ja, dat wil ik ook nog vragen. Van, ja, uw parcours is ook een beetje gelijklopend met dat van Herman, inderdaad. Dat jij zo auditie wou doen bij het conservatorium. Ja, juist. En dat je er niet door waart. Ja. Stort nu uw wereld dan in elkaar? Wel, nee. Nee? Ik wilde... Ja, ik zat op de kunstmaniora in Brugge en ik wilde altijd heel mijn leven lang acteur worden. Dat was echt... Dat was alles voor mij. Ik wilde dat echt doen. En ik ga toegangsexamen gaan doen voor het conservatorium in Antwerpen. En ik weet dat nog heel goed. Ik kom daaraan, 's ochtends. Ik moest daar om 8 uur zijn of zo. Dus ik moest van Oostende komen met de trein. Ik zat echt heel lang onderweg. Dus dan om 5 uur uit bedje en naar Antwerpen tjolen. Antwerpen was zo onbekende wereld. Echt? Ja, ja, ja. En dan kom je daar en is het zo, ja... We gaan een groep in de voormiddag en een groep in de namiddag, dus kies maar zelf. En ik dacht, maar nu, weet je wat, pak de namiddag, je kunt er in de voormiddag nog wat teksten doen. Hey, ik was nog even wat, nog wat buiten, nog wat gaan wandelen. Even naar de meer. Even, ja, gewoon even chill. Ik kom terug en de groep voor de namiddag was al gemaakt. En ik zei, ah ja, maar wacht. En zei ze, ja, jij moet als laatste. En ik, allee, de mede... Auditanten, ja, zeg maar. En ik zei, ja, zou ik misschien iets vroeger mogen? Want allee, ik moet nog terug naar Oostende en zo. En de laatste is zo pas rond 6:30, dus... Tegen dat ik dan thuis ben, een lange dag. Nee. Ik dacht, oh, hel. Dus ja, het is dan uiteindelijk als allerlaatste naar mij. Maar ik heb het concentratievermogen van een vlieg, hè. Dat is echt waar, hè. Ik kan me niet concentreren. Allee? Dus nu ben ik altijd naar buiten aan het kijken al. Dus sorry, hè. Dat is niet persoonlijk, maar dat is... Dus, en ik kan ook, wat ik echt niet goed kan, en dat is heel lastig als acteur, dat is tekst leren. Ah ja, dat is wel een essentieel deel van de job. Ja, wel, maar ik moet altijd op voorhand, heel goed op voorhand hebben. Ah, ja. Ik moet dat echt blokken. Je hebt acteurs die een keer kunnen lezen en weten van, kun je dat erin staat? Kan ik echt niet. Dus ik moet dat echt goed leren. Maar ik was mijn concentratie aan het verliezen en ik merkte van, ah, dat gaat niet goed komen. Dus ik doe die auditie en het concept was dat je naar binnen moest om je ding te doen. Dan moest je even naar buiten en dan mocht je terug naar binnen en dan zeiden ze, je mocht door naar de tweede ronde. Dus ik ga naar binnen, ik doe mijn ding. Die zijn daar zo aan het lachen en aan het doen, die jury. En ik dacht zo, maar, ik vond dat raar. Ze zei zo, ja, sorry, maar ja, we zijn ook al een hele dag bezig. En oh, we zijn onze concentratie kwijt. We moeten anders morgen terugkomen. Allee. En ik zo, als gemotiveerd wannabe-acteurtje. Ja, tuurlijk. Dus, naar huis. Tegen dat ik thuis was, kei laat. Kei vroeg uit mijn bed, want ik moest terug naar Antwerpen. Maar toen mocht ik als eerste. Ik doe mijn ding als eerste en zeg, ah ja, je mocht naar de tweede ronde. Ik dacht, het zal nog aan moeten mankeren ook. Ja, dat zal wel. Dat was het minste. Ja, dus ik naar de tweede ronde. Maar ik moest nog tot 's avonds blijven, want dan waren er nog intakegesprekken met andere docenten. Dus nog een hele dag op dat conservatorium gebleven. En dan de tweede ronde was ik er niet door. En dan mocht je je feedback gaan vragen. En ik weet nog dat Sarah de Roo was, die zei... Jij hebt een palet met veel... kleuren, maar ik zie het niet. En dan staat hij als 18-jarige en denkt... Wat is dat? What the fuck bedoel je? Wat is dat nu? Wat is dat nu voor soort feedback? Dus toen dacht ik ook van, nee, ik wil hier niet zijn. Het zal niet zo wat standaard zinnetjes hebben gewoon. Waarschijnlijk. Want dat slaat er op niks. Dat staat ergens, en toen dacht ik van, nee, maar hier... Dit is gewoon niet mijn plaats. Mm-hmm. Hier hoef ik gewoon niet naartoe. En dan heb ik toegangsexamen radio gedaan op Trits en dan mocht ik daar wel beginnen. Oh, toen kom je dan op radio? Want dat is toch iets... Allee, ja, dat was iets anders, hè? Dat was een docent van mij in het middelbaar, die geen les aan mij gaf, maar haar man gaf wel les op Trits in radio. En die zei van, alleen maar nu probeer dat eens. Ik denk echt dat dat iets voor u is. Ik denk echt dat dat iets voor u is. Zo wat werken met hun stem en zo. En ik dacht, ja, ga misschien wel. En dat bleek dan wel... Een goede kust zijn. Mm-hmm. Ja. Ja, ik denk dat jij ook wel zo fantasierijk bent. Is dat niet? Ja, dat is. Ja, altijd geweest, als kind ook. Ja, ja, zeker. Op het irritant dan af ook soms? Op feestjes? Ja. Ik dacht altijd dat ik de wereld ging kunnen maken met plakband. Ah, echt? Is tot op vandaag nog altijd niet bewezen dat het kan. Maar ik ben ervan overtuigd dat het mij gaat lukken. Als je daarin gelooft, dan gaat dat zeker lukken. Toch? Ja. Ja. Want je hebt zelf ook les gegeven. Doe je dat nu nog? Nee, niet meer. Dat was op mijn middelbare school, zo de kunstmaniora in Brugge. Dat is een leraar toneeltekort. En ik zei, ja, ze belde mij en ik zei, ik wil dat wel doen, maar
ik wil niet al die administratieve shit doen. Al die vergaderingen en die dingen, die klasraden, ik wil daar allemaal niet bij zijn. Ja, het is goed, kom maar af. Dus ik elke vrijdagmiddag naar Brugge en dat was keileuk. Allee, zo fijn. In het eerste middelbaar ook. Dus dat was niet echt toneelles, maar, jawel, maar dat was zo echt initiatie op. Dus dat was nog niet echt teksten spelen, maar dat was echt zo, ja... Geen Griekse tragedies en nee, zo. Nee, gelukkig. Maar dat was echt zo, ja, je staat op de scène. Hoe is mijn houding? Hoe improviseren? Hoe doet het daar zo echt de initiatie? En ik vond dat zo leuk. Maar dat is toch ook op zo'n jonge leeftijd dat al doen? Ja, maar ik voelde me daar wel klaar voor. Of zo. Nee, zo zelfzeker dan toch wel? Ja, maar dat is heel fijn, want die kinderen hebben dat niet door, hè. Nee. They don't know, hè. Nee. Maar ja, jij wel, hè? Ja, ik wel, ja. Maar dat was leuk, want je bent zo de nieuwe leerkracht, maar ook de nieuwe. Want plots was ik collega's van mijn oude leraren. Dan dacht ik ook zo van, ah ja, inderdaad, je bent echt een eikel. Dat is niet alleen uw leraar zijn, je bent gewoon echt een eikel. En zijn er zo mensen dat je dacht van, ah nee, die valt in het echt wel goed mee? Ja, zeker. Ook gehad. Toch? Ook gehad. Ja. Echt wel. Want echt ik vind wel. Een strenge leerkracht, vind ik wel, dat heeft altijd wel iets ook. Als je ze daarna terug tegenkomt, dat je voelt van, ah ja, ik snap waarom dat je het deed. Ja, zeker. Ik heb er iets aan gehad. Ja, maar dat was heel fijn, want ik was zo, en dan zei die leerkracht zo, ja, we hebben nu les van die. Ik zeg, oh kom, vertel mij alles, ik weet het. Dus dat is wel roddelen samen. Ja, zo. Echt? Ik zeg, moeten jullie iets weten over die? En dan, maar dat is ook een heel leuke leeftijd. Die zijn ook zo, die willen veel weten. En die willen, ja, die zijn echt zo, die willen echt spelen. Dus die willen zo acteur en actrice worden. En dan moeten dat ook zo wel wat temperen. Moet ook wel weten van, maar wacht, je moet echt een fundering hebben. Je kunt niet direct baf hier van alles gaan spelen. Ja. Maar dat ondervinden ze wel gaandeweg. En je zei van, ja, daarnet van dat je assertief bent. Nam je het dan ook op voor je leerlingen? Ja. Ook? Dat heb ik heel hard gedaan. Ik had al gezegd van ik wil les komen geven, behalve al die klasraden. En er is één klasraad dat ik wel gedaan heb op het einde van het jaar. Mm-hmm. Want ik wilde echt weten hoe dat eraan toe ging, eigenlijk. En ze hadden gezegd, maar ja, ik kom. Ik zeg, jij wel, maar ik wil echt een keer afkomen. En ik ben daar en ik hoor leerkrachten spreken over een leerling van mij. Dat ik denk, hou eens even. Doe even normaal. Echt zo. En dat kind is lui. En dat kind, die wil die niks en die is niet gemotiveerd. En ik dacht van, ik heb gezegd, maar mannen, maar zo spreekt echt niet over die leerlingen. Amai. Oké, dat je er honderden op een dag moet doen, maar het is wel je fucking job. En ik heb dat natuurlijk zo allemaal niet gezegd. Dat heb ik allemaal niet gezegd toen. Maar en is dat dan ook in het West-Vlaams, zei je dat zeg? Ja. Als dat klap je niet over die gast. Zo, echt zo. Ja. En dan dacht ik echt van, ik was zo verwonderd. En ik dacht van, ik herken die leerling daar ook niet in. Want bij mij in een vak als toneel kunnen die kinderen hun eigen zijn. Kunnen die doen wat ze willen. En als je die alleen maar kent, doordat je die twee uur een saai vak zit te geven op een bank en dat die misschien drie woorden zeggen in die hele les, dan kunnen die kinderen niet kennen. Ja in het toneel niet. Wel. Hè. En in het toneelles wel, want daar werken die vanuit hun eigen. Als hun persoon, hun eigen fantasie, hun eigen zijn. Je weet direct welk kind dat waar is. Je kent direct een kind die altijd van voor wil staan en die wil tonen aan de rest dat ze de beste zijn. En je kent direct een kind die heel beschaamd is, maar tering veel talent heeft. Ja, voilà. Dat zie je direct. Ja. En ik heb toen ook... En dat was zo, ja, we zouden ze beter naar BSO sturen. En toen heb ik wel ingegrepen. Toen heb ik gezegd, nee. Kijk, die gaat daar aan kapot. Dat is een kind met talent. Ja, het is iemand die chaotisch is. Ja, het is iemand die misschien niet altijd erbij is. Maar het is wel iemand met talent. En dat zijn de kinderen die we hier moeten houden en moeten beschermen. En die niet naar een BSO sturen, waar hun talent verloren gaan. En ik heb niks tegen een BSO, hè. Volledig niet. Hè. Ja, maar je moet er op je plaats zitten. Hè? Maar je moet er op je plaats zitten. En ik heb gezegd, dat is niet de juiste dingen. En de klas is daar is, ja, ik denk dat wel. En ik zeg, ik denk dat nu een keer echt niet. Amai. En die klassitelaar zegt, ja, ik denk dat wel. Ik zeg, met alle respect, maar ik heb die in mijn les leren kennen en ik heb die niet achter een bank gezien. En ik voelde zo'n ijzige stilte in wegsfeer. In de ruimte. En toen heeft de directeur gezegd, ja, we gaan stemmen. Ah ja, echt? Amai. Daarover gestemd. A-test toch gekregen. Ze mocht doorgaan. En achteraf kwam een leerkracht tegen mij zeggen, merci. Om dat te doen, want ik durf dat niet. Maar dat is echt belangrijk dat je daarvoor opkomt. Amai. En dan dacht ik, maar allez, wat is dat nu? Je staat 25 jaar in het onderwijs. Je durft je mond niet op te doen. Ja.
En heb je dat meisje dan nog opgevolgd? Nee, ik heb het niet meer gezien. Dat is wel spannend, hè? Ja, ik vraag me echt nog af hoe dat er nu mee is. Want hoeveel jaar is dat geleden? Vorig jaar. Ah, vorig jaar? Dus dat is nog echt. Dat is echt nog jong, maar ik... maar je... Ergens voelde dat, als iemand talent heeft, als je die kleine kinderen ziet, voelde dat meteen. Je ziet ook direct, ik had één kind die zo... Ik had twee zeer goede dansers in de klas. Ik had altijd gezegd, van, we deden ook bewegingsoefeningen. Dus ik had altijd gezegd, dat als je voelt dat je uitdrukt in beweging, als dat makkelijker is dan dat je praat, doen, hè. Het is theater, het kan, hè. Mm-hmm. En je voelde, ene was heel verlegen... En een fantastische danseres. De andere was veel extraverter, maar was een minder goede danseres dan de andere. En die wist dat. Dus die moest altijd tonen dat ze het beter kon. Want dan kon het niet beter. Want die ene was keigoed. Dus ja, het is heel grappig om te zien dat dat zo'n micro-wereld is tegen elkaar. En ze hebben daar nu mee gestopt, gewoon wegens tijdsgebrek. Ja. Ja. Maar ik zou dat heel graag terug doen. Ja. Oh, ik zou zo graag terug les willen geven. Ik doe dat heel graag. Allee. Ja, dat lijkt me ook wel iets voor u. Ja, ik vind dat heel interessant. Meester Ruben. Ja. Maar dat is zo, op dat moment is het gevoel dat je met je beide voeten wel terug in de realiteit staat. Ja. Vaak heb je zo, als je in de media bent, dan staat eigenlijk vrij ver af vaak van de realiteit. Je kunt dat wel hebben als er zo een stagiaire komt. Ja. Dan kom je toch ook terug. Dat is altijd zo wat reality check. Ja, terug, dat is echt. Van, dat is hier niet zo evident als dat wij dat vinden. Ja, zodat... en wel. En dat voelde heel hard als je aan het lesgeven zit. Oké, maar wacht, die kinderen die zitten echt met vragen over de wereld. Één kind zei ook... maar alle bruine mensen pakken ons werk af. Zei een les bij mij. En ik zo, wow. Oké, klas, we gaan even zitten en we gaan daar even over babbelen. Want dat is eigenlijk helemaal niet waar. Dus dat moment merkte echt wat er thuis gezegd wordt. Wat er thuis gezegd wordt en hoe dat er geleefd wordt. Nee. Heel ver weg van de realiteit, ik had. Ja, dat is wel... Ik vind dat echt tof. Toen ik dat hoorde dat jij dat deed, vond ik dat zo van... Allee, wauw. Ja, nee. Ja, ja. Heb jij bij de scouts ook gezeten en zo? Ah, voilà. Ja, altijd een scouts. Cirkel is rond. Ja, zijn er. Ja, maar dat is toch een van de grootste bagages dat je kunt krijgen. Ongelooflijk. Zeker omdat je leiding bent op een heel jonge leeftijd en dat op dat moment niet beseft dat eigenlijk jong is. Ja. Welke heb je... Wie is dat bij u onder uw vleugels? Ik heb wel bij een jong verkenners gedaan. Oké. Dus pubers en pubers. En bewust? Nee, eigenlijk niet. Ik ben daar eigenlijk bijgezet geweest. En eerst dacht ik, oh nee. Ik wilde echt zo... Want de leeftijd verschilt dan niet zo... Bij jong verkenners wel. Vandaar heb je zo dat zesde leerjaar en eerste, tweede middelbaar. Dus dat is... Die hun leefwereld ligt mijlenver van elkaar. Maar dat is zo tof om te zien dat de ene nog heel jeugdig is en in de lagere school zit en de andere zo... Dit interesseert mij niet, hè. Ja. Zo dat wil doen. Dan denk ik, ach, come on, ik ken hem al 4 jaar. Doe dat nu. Ja, en dat is leuk om te zien dat die kinderen groeien. Zo kinderen dat ik toen had van heel klein, maar echt zo... Dat die 11 jaar waren of zo, die zijn nu leiding. Dat is echt... Dat is insane, joh. Ik heb dat nu bij mijn eigen kinderen. Van mijn oudste, die is ook leiding. Hè, voor de tweede keer op rij al. Tweede jaar op rij. Ja, zot, hè. En ik herinner me ook dat ik die daar afzette. Zo, en daar naartoe bracht in zo'n klein scoutshemdje. Ja. En nu is dat, ja. Dat is, ja. En dan, dan vertrekt op kamp en dan heb je daar zoveel verantwoordelijkheid over. Maar, ja. Ja, wat was uw laatste reis dat je gedaan hebt? Laatste was geen reis, was een kamp met corona ook. Oh, oei. Ja, maar wij hebben dat wel heel tof gemaakt. Oh, dat is wel jammer. We hebben daar weinig van afgezien eigenlijk. Omdat wij we waren een vrij relatief kleine scouts. En er waren mocht die bubbels van 50. Ah ja. En dat was... We hadden gelukkig 2 terreinen naast elkaar. Die 3 minuten van elkaar lagen. Dus wij hadden met onze groep en de fouriers, die mensen die kookten, waren wij 1 bubbel, waren wij 50. Wat dat ideaal was. Dus we hadden een heel terrein voor ons alleen. Ja, dat was zalig. Ja, tof. Dat was echt zalig. Ja, maar het is jammer dat je in corona dan... Ja, maar we hebben daar toch het beste van gemaakt. Dat is echt nog niet lang geleden. Nee, ik denk zo van, dat is uw scoutsverleden. Dat is 3-4 jaar geleden of zo. Amai. Maar ja. En toen kreeg ik het wel heel druk, want toen begon ik zo bij M&M en ging ik naar mijn masterjaar en ik voelde zo dat er wat in beweging was. En toen heb ik echt moeten de hartverschillende keuze maken om te moeten stoppen.
En niet mee te gaan op kamp ook die zomer. Want ik begon toen op te werken. En dat was echt, dat was verschrikkelijk. Vreselijk. Want jij, bij M&M deed jij zo eerst die shift zo tussen vier en zes. Vier en zes, vorig jaar, ja. Dat was net als ik afgestudeerd was, ja. Tussen dat vier en zes. Echt, dan moet het echt graag willen doen, hè. Ja, maar ja, je bent afgestudeerd en je krijgt een fulltime aanbod in de media met wat je het liefste doet. Ja, dat springt. Ja, het springt op. Maar ja, je leven moet je dan toch ook wel redelijk aanpassen. Om 4 uur moeten we echt daar staan, hè. Ja, dus dan staan we op om 2:30, ja. Dat maakt je leven echt kapot. Ja. Nu, de dingen dat Bob, hè. Bob Storms. Bob Storms, ja. Ja, ja. Dus ik heb al zo filmpjes gepost en denk ik, oh, my, chapeau. Ja. Zo vroeg. En wel, maar het ding is, het is echt dat opstaan. De keer dat je daar bent, dan ben je echt in de flow. Maar het is echt dat daar naartoe moeten sleuren en s'avonds om 6 uur zeggen, ligt eruit te slapen. Echt? Zo vroeg? Ja. Amai. Ja. Maar ja, daarvoor zit je dan ook in Brussel gaan wonen. Ja. Om dat te kunnen doen. Ja, zeker. Oh. En nu zit jij in het weekend. Ja. Zaterdag, zondag. Ik luister soms, hè. Is het echt? Ja, zeker. Ik vind dat heel tof. Ik ben hippo, ik luister naar M&M. Goed zo van je. Ik luister naar alles. Ik vind dat, ik wil weten wat er ligt. Ik ook, ja. En ja, de laatste keer was Herman bij u. Waar was dat nu weer? En dacht ik wist dan dat hij naar u kwam. Ah, op de boekenbeurs. Ah, boekenbeurs was dat. Ja, in Kortrijk. Ja. In Kortrijk, ja. Dus dan geluisterd of ik het goed vond. Hè. Ik vond het zeer goed. Ah, dank je. Ik zou het ook zeggen, moest het niet zo zijn. Zo. Ja, of ik zou er niet over beginnen. Dat is misschien nog het veiligste. Volgend onderwerp. Ja, je bent vaste luisteraar van Frietcast. Hè? Klopt. Dus, oh, ik weet dat er gaat komen. Ja. Is het zover? Het is van dat. Tenzij dat je nog iets wilt vertellen. Ik ben kei benieuwd naar een t-shirt. Ja, het was. Ik heb er heel de kerstvakantie over nagedacht. Maar je stuurde me gisteren nog. Het is zo de goeie. Ja, en ik denk, oh my god, ja. Ik wil hem ook. We zien hier die dozen staan. Voilà, hier is hem. Oh my god, dankjewel. Ja, ik vind hem grappig. Pas bij wie dat je bent. Morgen groenten, maar nu frieten. Oh, Petra, I love it. Ja, I love it. Die is zo goed. Een kleine woordgrap. Echt zalig. Morgen groenten, maar nu frieten. Beetje tussentaal, hè, noemen ze dat dan. I love it. Goed, hè? Oh, dank u wel. Die is echt zo leuk. Oh, ik vond het zo fijn. Ja, ik ben echt blij ook dat het eindelijk gelukt is. Ja, we hebben serieus moeten schuiven. Ja, maar je hebt een manager en al. Ja, ik moest daar een beetje mee lachen. Ja, dat mag. Ja, zo van, allee. Ja, maar ik kan die jongen niet bij, die ik kan niet bij. Is dat waar? Ja. Maar dat is echt om zo wat last van mijn schouders te doen. Want anders krijg ik heel veel telefoons, mails, maar die ook mijn agenda, die onderhandelingen. Dat is wel makkelijk onderhandelingen. Mijn facturen ook. Echt? Ik kan het zelf doen. Ja. Echt? Ja. Ah, oké. Okay. Maar jij kunt ook onderhandelen ook? Ja, maar je moet altijd een sympathieke blijven. Ja. Ja. Ja, dat is hè. Ja. Ja, ik heb ook mijn eigen manager nu. Aha. De Nerman. Ah ja, maar zie. Nee, die heeft nu onlangs voor mij iets gedaan. Aha. Al tweede keer eigenlijk. Dus en dan kun jij gewoon de toffe zijn. Ja, dat is hè. Dat is leuk hè. Voilà. Dan kun je gewoon zeggen, ja, doe dat en dat en dat. En dan. Ja, voilà, geregeld. En ik kreeg dan ping iets niet meer en oké, let's go. Ja, maar dat is wel, want ik kreeg gisteren zelfs ook nog een berichtje van haar van, morgen, Manu is gebriefd. Ja. Ah, amai, tof. Goed, hè? Ja. Maar ik moest je dan wel laten weten waar je het precies kon vinden. Ah, ja, ik dacht, dat heb ik niet doorgegeven. Zo, ja, nee, maar dat was echt een bewuste keuze van u om dat te doen. En wel, ik begon net aan Café de Mol en ik voelde dat er een bepaald moment mensen aan mijn mouw begonnen te trekken. Van, wil die een keer komen testen? Zou dat een keer willen komen doen? Wil dat een keer komen doen? En dat was heel, heel veel. En een collega zei tegen mij, en dan een keer gedacht aan een manager. Ik dacht, een manager... Ik ben Justin Timberlake, niet, hè? Mm-hmm. Alhoewel. En toen dacht ik van, ik ga gewoon een keer naar iemand sturen. Dat was Stijn Machiels. Dat ik zag dat hij zo wat management dingen deed. En ik dacht, ik ga die gewoon een keer sturen met de vraag van, kijk, kunnen we een keer samen zitten? En gewoon, hoe werkt dat? Mm-hmm. Zoiets. Want ik wist dat niet. Mm-hmm. Is dat iemand die alles doet? Is er iemand die een beetje doet? Is dat, hoe marcheert dat zoiets? Moet ik die betalen? Hoe gaat dat? En ik heb dat toen mee afgesproken. En dat was meteen een heel goede klik. En toen dacht ik, ja, ik ga dat gewoon doen. En het is eigenlijk aan mij om te kiezen wat dat Stijn doet. Stijn en Vrij heeft hij erbij genomen. Ja. Twee schatten van mensen. Die mij heel veel
liefde en genegenheid werken. En ik werk daar zo graag mee samen, omdat die... Je hebt zo, soms is zo'n beeld van een manager is zo een graaier. Mm-hmm. Zo met een dikke auto? Ja, maar dat is niet zo. Stijn en Freya zijn mensen die alles doen voor ons, voor de mensen die dat ze managen. Hè. Ja. Dus dat is ja, zalig om mee samen te werken. Allee, maar ja, als u daar allee, goed van pas komt... Ja, is dat, heel goed. Want is dat, wat is eigenlijk het voordeel van een manager buiten zo'n agenda? Is dat ook bijvoorbeeld, denken zij ook na van... Ah, Manu, misschien moet je dat of dat gaan doen. Ja. Of allee, zo dat... Ja, dat is echt van... dat is bijvoorbeeld nu af, een paar weken geleden was zo van... Ja, kijk, het is een beetje ontploft, de aanvragen voor dingen. En dan was echt kijken van, ja, wat gaan we doen, wat gaan we niet doen? Wat past er in de agenda? Let ook op jezelf. Zij hebben niet zoiets van, jij moet zoveel mogelijk werken. En je gaat dat doen, en je gaat dat doen. Dat is niet zo. Die zegt van... Sorry, mijn neus. Die zegt van, wilde dat doen? Ja. Heb je daar goesting in? Is dat iets dat u ligt? Als het antwoord nee is, dan is dat ook gewoon nee. En zij gaan mij niet verplichten om dat te doen. Nou ja. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja. En zij durven ook voor u nee zeggen? Ja. Ja. Allee. Ja. Zij hadden zo wat in het oog van, is het nu druk of niet? Of ja. Zo te druk. En echt zo op een jaarkalender echt zo, hè, zetten en kijken van, wat gaan we doen? En wat gaan we, Allee. En hoe ziet uw jaar eruit? Wordt het heftig? Nee, maar wordt het heftig, hè? Ja, het wordt een heftig jaar, maar het wordt zo tof, hè. Het gaat leuk. Nee, echt waar, hè. Het gaat tof zijn. Ja, want jij zit eigenlijk dan op verschillende zenders, hè? Ja. Ja, dat is zowel één als Play 4. Ja. Klopt. Tof, hè? Heel leuk. Allee. Heel tof. Maar we gaan elkaar nog tegenkomen. Ongetwijfeld. Voel het. Zeer graag. Ja. Wederzijds. Ik wil u heel hard bedanken dat jij tot hier gekomen bent. Met tonne plezier. Het was niet met een Tesla, maar het was met openbaar vervoer, zijn we er even bij. Voilà. Voilà. Zo, je bent eenvoudig gebleven, ondanks je succes, Manu. Dikke merci. En ja, we zien elkaar nog. Zeer graag. Merci, Petra. Hey, wauw. Met Petra de Pauw.